Vorige keer in Big Brother Vlogs, Kiara vond de grap met de slang niet leuk. Ook Bart kon met de grap van Lindsay en Charlotte niet lachen en sprak Charlotte hierover aan. Kiara liet Jason weten dat hij wel een leuke jongen is, maar dat ze geen relatie wou. Vandaag wordt er weer een spel gespeeld met tegels en hoe dat werkt, dat zien jullie nu. Welkom in de nieuwe aflevering van Big Brother Vlogs. Charlotte en Lindsay hebben het met hun optreden behoorlijk wat losgemaakt. Bart heeft Charlotte al vergeven, maar Kiara nog niet. Ga je even mee naar buiten, Kiara? Ik wil gewoon een keer iets zeggen tegen jou. Is dat goed of niet? Ja, ik heb eigenlijk geen zin. Nee? Jason is zo dapper geweest om Kiara te vragen of het iets zou kunnen worden. Helaas voor hem bleek dat het niet het geval is. Jason lijkt het goed op te vatten. De strijd om de Power of Nomination komt dichterbij en sommige bewoners zijn dan met hun hoofd bij de nominaties. Je zou mij er echt op zetten, hè? Ik ben een beetje klaar om als pion gebruikt te worden, man. Dat is het derde. Ik ben het ook eigenlijk weer. Het is nu al 2 weken, weet je. Michelangelo zei tegen mij, ik heb een plan en ik denk niet dat je naar huis gaat zitten. Ik weet wel. Morgen is eigenlijk een fucking spel met winnen. Het is tijd voor de Power of Nomination game. De bewoners proberen foutloos de groene route te lopen over de gekleurde tegels. Jokers kunnen hierbij helpen, maar kosten wel geld uit de jackpot. Wie het snelst aan de overkant is, wint de Power of Nomination. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Ja, echt waar. Rechts. Links. Rechts. Oeh. Oh, oh. Ik wil joker inzetten, Big Brother, om alles te zien. Mag ik er 1 overslagen? 2, 1. Yes! Kiara krijgt heel veel aandacht van 2 mannelijke bewoners. Jason weet inmiddels waar hij aan toe is. Maar hoe denkt ze nu echt over Michelangelo? Ja, en ik heb gewoon met Michelangelo wel een hele leuke klik, maar meer als in... Je sprak met hem gaan, omdat hij dat over u wil praten. Ik zit daar... Niet waar. Ik zweer. Die zou hij graag willen, hoor. Oké. Okay. Ah, waar gaan jullie naartoe, jong? We gaan uit. Ondertussen is de theaterroom klaar voor ons nieuw duo, Kiara en Bart. Bij deze een hoog applaus voor Magic Bart! Ik ga over de kaarten gaan en jij zegt gewoon ergens stop. Stop. Pak de kaart, vraag het papier te tonen. Klopt dat? Dat klopt. Wow. Hey. Lindsay, wat heb ik tegen u gezegd? Vierkant V. Wat heb jij genomen? Wat? Wat kan het? Het is blanco. Kiara heeft in de dagboekkamer ingrijpend nieuws gekregen over haar privéomstandigheden en besluit daarom het huis te verlaten. Kiara, kom naar de dagboekkamer. Kan iedereen even komen? Ik ga. Wat? Hey. Ja, wat is... Dus ik ga mijn koffer pakken. Ik vind het heel rot, echt heel rot, dat je huis moet verlaten, maar ik kan alles kwijt bij u. Ik speel met u, ik lach met u. Ja, ik heb hetzelfde. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Als jij er niet was, was het echt niet zo leuk. Dankjewel, Kiara. Dankjewel, Big Brother. Love you! Ja, mama, zoals. Pijn. Het is tijd om een theatervoorstelling te bekijken van Jolien en Michelangelo. Michelangelo. Maar ook voor onze prachtige Jolien!
Tijd om Ali voor de derde keer naar de secret room te laten gaan. Hij kiest voor het symbool waterdruppel en er liggen spullen dat hem kunnen helpen met het behalen van de challenge. Oh, jongen, nog sneller. Ali, je moet de slang pakken met die mond, kort zuigen en dan stroomt het water van zoveel in een andere bak. Maar hoe? Met de groene slang overhevelen. Nou, de king of secret room, ja, ja. Zo'n blunder. Je moet echt wenen, echt waar. De tijd is om, Ali. Ondanks zijn verlies staat Ali nog steeds bovenaan het klassement. Er kunnen nog 4 symbolen gekozen worden, waardoor nog steeds iedereen kans maakt op het finale spel. Door een switch in de nominatie is Charlotte niet langer genomineerd. Maar wie zijn dan wel de 3 genomineerden? Jolien. Ias. Ali. Straks komt een van deze 3 oude bewoners terug in het Big Brother huis. De bewoners zelf weten nog van niets. Voor de fans van Kiara. Kiara heeft dit bericht gepost om iedereen te bedanken. Zet de video gerust op pauze om dit op je eigen tempo te lezen. Het is tijd om te laten weten wie van de 3 bewoners niet naar huis moet. Dus wie mag er blijven, Big Brother? Is dat Jolien, Ias of Ali? Gefeliciteerd, Jolien! Jolien mag blijven en hoe zit het nu eigenlijk met de coins? Michelangelo staat op kop met 31 coins. Ali en Ias hebben beide 0 coins. Het moment is aangekomen. Big Brother, laat maar zien welke 3 oude bewoners dat terug in het huis mag. Proficiat! Ondertussen weten we dat Danny terug in het huis mag. Maar we weten nog niet wie het huis moet verlaten. Is dat Ias of Ali? Big Brother, vertel het ons nu. Ja,